Ferm voor mij, dat betekent samen zijn met de vriendinnen en eens dingen doen die we anders niet doen. Dat kan gaan van een leuke baklet, een taart maken, maar ook andere creatieve activiteiten zoals deze oorbellen. Die zijn ook zelf gemaakt met een activiteit van Ferm. Maar ook gewoon gezellig samen zijn bij een stadspel of iets gaan drinken met de vriendinnen. Zelf in 2020 hebben we met Ferm een aantal activiteiten gedaan. Zo hebben we heel wat online workshops en heb ik zelf de online smartphone fotografie workshop gevolgd. Dat zijn een aantal lessen die je van thuis uit kan volgen. Dus je kan dat op een moment volgen wanneer het voor jou het beste past. En dat maakt wanneer ik nu nog eens ga wandelen met de leden van Ferm dat ik ook hele mooie foto's ga nemen. En daarnaast hebben we ook met Moederdag eigenlijk bij al onze leden een bloemetje rondgedragen om hen zo nog eens te bedanken en ook in de bloemetjes te zetten. Wandelen met Ferm, dat is voor mij nog eens gezellig kunnen samen zijn met de vriendinnen en de leden van Ferm. Gewoon in de gezonde buitenlucht, zoals hier aan het SAS in Zomergem. Je hoeft er niet ver voor te gaan, kan in eigen streek gebeuren. Dus nog eens babbelen met de vriendinnen, elkaar zien. En dat klinkt niet zo spectaculair, maar ja, dat is het eigenlijk wel. Want in deze tijden zien we niet veel mensen en dat doet het nog eens extra deugd om elkaar te zien. Het is ook iets dat kan gebeuren met alle leeftijdsgroepen, dus zowel jong als oud. En ook kinderen kunnen makkelijk aansluiten, meegaan. Dat maakt het altijd extra gezellig. En ja, ik denk dat ik daar nu ook wel eens aan ga verder doen en nog een mooie foto nemen ondertussen.